Dag van de Arbeid is een dag waarop we terugkijken naar de verworvenheden van de sociaaldemocratie. Een dag waarop we trots zijn op wat we hebben bereikt. Maar ook waarop we ons realiseren dat ons mooie werk nog lang niet af is. Ons streven naar een eerlijke en fatsoenlijke samenleving loopt als een rode draad door de vieringen voor 1 mei. De uitdagingen waar onze samenleving voor staat, zijn eigenlijk nog steeds hetzelfde. En de vraag is hoe we die te lijf gaan. Met een overheid die zich terugtrekt en denkt dat burgers allemaal fraudeurs zijn. Of met een overheid die opkomt voor haar burgers. Zonder eerlijk delen, zonder bestaanszekerheid, zonder de mogelijkheid met opgeheven hoofd mee te doen, is vrijheid er alleen maar voor geluksvogels. Het is mijn overtuiging dat die boodschap mensen weet te raken. We zien het overal om ons heen. Het zal de komende tijd vast ook gaan over in welke vorm we dat doen. Doen we dat samen met GroenLinks, als linksblok, als progressieve beweging? Waar dat precies uitkomt, weet ik niet. Maar ik weet wel hoe we de uitdagingen aankunnen. Simpelweg als sociaaldemocraten. Dank jullie wel.